plek zelfs Bezwer en Nathan zitten daar bijgesponden voor. Hesk hebben we ook weer daarvoor. En die vallen een klein beetje terug, spelen niet echt een grote rol in deze wedstrijd tot nu toe. Bouwhuis, Albert en de twee bekervallens ook in de 48. Zou wel wat sneller moeten kunnen. Nou, het is ook jezelf een klein beetje in acht nemen aan het begin van deze wedstrijd. Het is David Hart die hier redelijk vol zit in het verkeer. Heel vol in verkeer. En zeker de hele Clio-trein voorbij moet. Die het gevecht om de tweede plek in divisie 3 aan het uitvechten zijn. Divisie 3 nog steeds aan de leiding. Natuurlijk de twee steenmetsen, de oranje dak Renault Clio. Maar de achter is heel dicht bij elkaar. Ja, dat is